Ja, lieve vrienden, het is alweer zaterdag 17 augustus en we leven om 2:35. Ik ben nogal laat, want ik heb boven eerst het een en het ander gedaan. Dus ik zit nu ook nog aan mijn eten, maar maakt niet uit, ik ben ook met de camera's bezig. Ik had er eentje gisteren, de laatste film, die was vergeten. Die heb ik nou net gedaan. Computer gelijk weer uit de hand, heb ik momenteel niet nodig. Ik moet zo meteen even de stad in om nog even twee geheugenkaartjes te halen. Houd jij je wafel. Eentje voor mijn nieuwe GoPro. En eentje voor deze camera, die oude, die ik voor Karin toen destijds heb overgekocht. Maar ik wens jullie allen een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de beestenboel. Ja, eentje die draagt nog steeds de kap. Ja. Er komt er net een stukje bovenuit. Ja, ja, of niet dan? Ja, ja, kom dan. Kom dan, poot. Kom op. Kom hier dan. Kap dan even af. Kom dan. Zo, hier is meneertje. Ja! Je krijgt wel weer de kap om, want je bent ondeugend, hè? Ja! Hier, kom op! Zo, goed zo, grote jongen. Maar vanmiddag gaan we naar de dijk. Of het doorgaat, I don't know. Maar we nemen wel alles mee. Ja, de GoPro, de gewone camera, het gaat allemaal mee. Niet dat ik de GoPro op de boost, ja. Ik doe er eentje op de booster, maar ik doe hem niet aan. Nee, want stel je voor dat ik hem moet gebruiken op de dijk om te filmen. Ja, dan moet ik dat toch wel op die manier doen, zonder dat ik hem aan heb op de booster. Want naar de dijk, dat weten jullie allemaal wel, ja. Maar als ze er zijn, het gebeurt ieder jaar weer, met goed weer, gaan er een heleboel zwemmers, topzwemmers, zowel te bestaan, naar Tiksel toe. 4 kilometer. Ja, wat is maar 4 kilometer, denk je? Dat hebben we zo gelopen, maar niet gezwommen. Doe maar eens na. En dan ook nog zo'n gevaarlijke vaargul in. Op dat moment mogen er ook geen schepen varen. Ook die schepen die worden tegengehouden, althans ze weten dat, laten we het zo zeggen. Dus ze varen daar gewoon dan niet op dat moment. Maar wij zijn erbij. Wij gaan het beleven. Enkel helaas, de afstand is te groot. Hun worden te klein in het grote open water. Wat dan het Marsdiep mag heten. Tussen Texel en Den Helder. Ja, dat. We gaan het zien. We gaan het beleven. Ik probeer zoveel mogelijk te filmen op dat moment. Als ze erin duiken en ik probeer zo ver mogelijk. Ja. Te komen. Kijk, we kennen wel Texel filmen. Dat staat er zo op. Die hebben jullie al vaak gezien, het eiland Texel. Maar je kan de mensen niet zien. Dat zijn dan net mieren. Nou, film dat maar op een afstand. Dat gaat niet meer. Zelfs met inzoomen, dat gaat niet lukken. Ik zal vanavond aan de gein doen. Ik ga hem helemaal inzoomen. Kijken wat we krijgen te zien. Maar ik denk dat dat niet mooier wordt, dat het te spikkelig wordt. Maar ik zal het voor jullie doen. En we zullen het beleven hoe het eruit komt te zien. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. En ook, ik hoop dat jullie ook veel plezier aan deze vlog gaan hebben. Wat misschien ook wel weer uit twee delen gaat bestaan. Ik weet het niet. We zien het wel, we zullen het beleven. Geniet van alles, want het leven duurt maar even. Tot straks. Doei doei. Ja, lieve vrienden, we staan hier op de dijk. Het hart op de hand. Ik sta hier op de start. Er is nog een koppa hier qua zwemmers. Want ik ga jullie even zien, maar ik ga niet praten, want waar die weg. Ja, ik stond net ergens, daar waaide het niet. Nou, ik hoop dat jullie me wel horen. Dit is dus de start. Daar komen de zwemmers tussen te staan. De komen hier ook langs de deelte, de
dat de mensen erachter kunnen staan. En dan gaan ze daar het water in. En dan ga je daar tekstel leggen. Daar ligt tekstel. Maar ze moeten eerst een end die kant op zwemmen. Ja. Vanwege dat de onderstroom en de bovenstroom niet gelijk is. En dan door die gevaargeul. Ik hoop dat jullie me konden staan dankzij de storm. En dan gaan we die kant op. Hapjes en drankjes kopen. Ja. En dan kun je hier in de luwte staan. Willen jullie er ook op? En dit zijn de medewerkers van iedereen, van alles, van het hele mikmakkie. Alle medewerkers hier ook. Ik zal even weer uitzoomen trouwens. Zo. Op tekst opgericht. Dus ja, de medewerkers. Zeg eens hallo. Hallo. En je hebt de kaartjes, dus we gaan even rond. Even erachter langs. Daar gaat het om, lieve vrienden. Die kindertjes die een spierziekte hebben. Olivia. Een schattige meid. Ja, ik ken hem persoonlijk. Dus. En die zal ook wel weer komen. Dat is de ambassadrice voor spieren, het meisje. Maar het is een schat. Echt waar. En dan hebben we uitzicht over zee met een Texelse band. En dan moeten we varen met nog een ene handen gaan. Dan zit er ook een varen weer. Dan zit je hier op de trein. Dus het komt goed. En dan zijn we ook zo, ja, die soort gewoon thee. Ja. Ze zullen toch hun om moeten kleden. Ze hebben misschien ook auto's bij me, dat ze dat daar in kunnen doen. Nou ja, en we gaan straks, tenminste als er dranghekken komen, die hadden er eigenlijk dacht ik al moeten staan. Daar staan er ook bij, bij zo'n dranghek. Maar ja, dat duurt wel even. Dus ik doe de camera even weer uit. Ik hou op de hoogte, maar jullie alles zien. Het is toch laat. Nou, lieve vrienden, er zijn sowieso op twee bootjes gearriveerd, die liggen er al. Derde komt eraan, vierde komt eraan. Ja, dus dat zijn dan gemotoriseerde bootjes. Ja, ik weet niet of er ook nog roeibootjes komen, et cetera, of andere bootjes waar je een motorachtig is, dat weet ik niet. Maar dit zijn de eerste vier gemotoriseerde bootjes. Die ga ik jullie even laten zien. We gaan er even weer naartoe. En toen werd hij wazig. Dan ben je er twee. Daar ligt er één. En dan komt er nog één aan. Gewaren. Ik weet niet of jullie
weg nog veel verderop, ook een vervaaier. Ik zeg, nee, fout, ik zeg een vervaaier, maar het is een vervaaier. Werd mij net verteld. Die legt ook ten anker en de Texelse boot vaart weer bij Texel daar richting Den Helder. Ja, maar ik vind dit toch ook wel een leuk gezicht. Of niet dan? Maar ja, die varen dus straks ook mee naar Texel. Op Texel, daar zijn ze denk ik ook wel de finish aan het klaarzetten. Of wat dan ook, dat gebeurt op het strand daar. Vorig jaar konden we hem zien. Toen was hij een beetje groenig van kleur, geloof ik, dacht ik. Me te herinneren, maar ik weet het niet meer. Nee, helaas. Maar ja, die zijn in ieder geval er al. De een is politie, zo te zien, is dat politie. Ik ga weer even sluiten en ik zie jullie straks. Ja, lieve vrienden, Olivia die is er dus ook al en die mag ik straks van haar mama eventjes interviewen. Dat gaan we dus ook proberen, maar ja, ik kreeg even tussendoor het telefoon van Karin. En ja, ik zal straks, Olivia heeft nou een beetje veel aanloop van andere mensen die ze ook kent, dus ja. Komt allemaal goed, ik zou zeggen, lieve vrienden. Tot zometeen als ik haar ga interviewen. Nou ja, helaas, ze durft het niet aan. Nee, het gaat dus helaas niet door. Want ze durft het niet aan om op YouTube te komen. En foute dingen, dat doe je niet. Nee, allemaal veel te eng. Ze is al amper van spieren. En ze moet al haar woordje, ze vindt het allemaal zo eng, dat ik doe het ook dan niet, nee. Het is beter van niet, dus ja, gaan we de rest opkloppen, ja. En wie weet, ken ik een zwemmer interviewen? Ja, daar gaan we helemaal voor. Ze zeggen, geniet van alles, tot later. Ja, en er is een bootje aan, deze erop. Ja, ook altijd leuk. Dan kunnen ze die boten ook meevaren. Het zal wel heel klik wezen van iemand die mee zwemt. Dus even met z'n allen geld hebben genoeg om zo'n bootje te huren. Ik ga ze even voor u opnoemen. Peter Lubbers uit Blaricum. Dick Kuisters uit Rijen. Richard Ippel uit Wieringenwerf. Jelmer Methorst uit Amsterdam. Arjen van der Elst uit Amsterdam. Pieter Bartelmeijer uit Kampen. Marian Bijl uit Wieringenwerf. Bianca Oden, die zwemt hier een thuiswedstrijd uit Den Helder.
Joost Lijns uit Bergen. Yvonne Knapen uit Amsterdam. Ik ga haar leeftijd niet verklappen, maar ze is de oudste deelnemster. Merina Meijer uit Reden. Marco de Meijer uit Amsterdam. Ida Beerman uit Borne. Maarten Bouwman uit Amstelveen. Tamara Hoveling uit Maarsen. En dan zijn we nog maar op de helft van de 30. Roland Lubbers uit Almere. Alexander Lambalk uit Amsterdam. Francisca Schonewille uit Didam. Niels Bourgogne uit Rotterdam. Mark Rijnen uit Huizen. Matthijs Wever uit Amstelveen. Martijn Uitenbogert uit Amsterdam. Anouk van der Vossen uit Amsterdam. Dominique de Vries Schulting uit Wassenaar. Deborah de Lange uit Papendrecht. Nog maar 17, maar die gaat als een hinde over het water, heb ik al gehoord. Pim van der Horst uit Wageningen. Mirko Muller uit Witten in Duitsland. Al meerdere jaren aanwezig geweest, Mirko. Erik Wagelaar uit Arnhem. Sander Worst uit Haarlem. René van der Velde uit Amsterdam. En dit zijn uw 30 kanjers die je dit jaar gaan volbrengen voor de actie Spieren voor Spieren. En als ik zeg spieren voor zieren, spieren, dus ze klapt al. Het is mijn vriendin waar ik elk jaar naar mag zwaaien. Dat is Olivia. Dat is jullie ambassadrice waar jullie het dit jaar weer voor doen. Zij zit daar en zij is hoop dat jullie het allemaal weer goed zullen volbrengen. Ik zal jullie even wat kleine feitjes geven. Het is na alle romslomp van vorige week dat het helaas niet door kon gaan, is het vandaag fantastisch weer. Het is op mijn temperatuurmeter bij de auto gaf aan 21 graden en de watertemperatuur is 19 graden. En 19 graden is een perfecte zwemtemperatuur. Niet te warm, niet te koud. Dus dat betekent gewoon dat je eigenlijk relaxed qua temperatuur naar de overkant kan. Het is de windkracht die neemt af. Dat is ook altijd fijn om te horen voor iedereen. Hoe heet jij? Windkracht was Mark. Vorige nog windkracht 7. En nu nog meer? Nu is hij weer Rijnen 5. Mark Rijnen en Mark die wil ook dus die gaat ook dwennen voor spieren voor spieren voor Olivia die in de ambacht. Het valt gelukkig mee. Maar hij loopt en de volle hoogte is ongeveer een meter. En ook dat is normaal. Dat betekent dat je een kleine duiding hebt voor de zwemmers. Hij heeft een gebroken been. Maar dat is gemakkelijk te doen. En het is 4 kilometer, dames en heren. Als je gebroken nog wel. Ja, ik moet kijken. Heb ik inderdaad geen last van. Je weet hoe kruid je als je me niet treft, dan zit ik ergens in Engeland. De starttijd is exact 5 uur. Geweldig. Dat betekent niet over 5 uur, maar over 10 minuten. En dat is een stukje dichterbij. Maak je klaar, deelnemers. Blaas nog een keer uit van zenuw en spanning. Ga in je zen-meditatie als het moet. Maak je relax en zorg dat je er klaar voor bent. Dat is makkelijk te doen. De start is voor hier aan de pier. Denk, dat was ook bij de briefing al verteld, denk vooral om je voeten. Neem oud schoeisel mee naar voren. Ga met de schoenen aan in het water en gooi ze weer terug. Dat doet mij altijd weer denken aan de Elfstedentocht in Leeuwarden. Ik doe jullie even uit. Alle deelnemers bij ook oud schoeisel mee. Als je in de begeleidingsboot zit, beweeg het naar Texel om niet te doen. En daarmee te duimen dat jullie allemaal goed aan de overkant komen. En vanaf deze kunnen we dus blijven dat jullie allemaal te zien dat jullie goed gaan. Het programma is dus om 5 uur gestart. We verwachten ongeveer al in de snelste zwemmen op zwemstuur. Zoals al de finishes. En dat er dan ook wat we hebben. Aanwezig zijn. Om 7 uur zal ongeveer de oversteek terug zijn naar deze.
wedstrijd bij de finish weer hier om alle mensen te huldigen. Rond 8:30 is de grote prijsuitreiking. Alle deelnemers ontvangen een medaille. En daarna wordt de check, en dat is ook heel belangrijk, de check openbaar gemaakt. De check voor spieren voor spieren. En dan zal Bas en consorten optekenen wat het bedrag is geweest wat jullie in totaal hebben opgehaald dit jaar. En schrik niet, dames en heren, maar ik doe het even zo. In het jaar 2012, het eerste jaar dat gestart werd, werd er al meer dan 16.000 euro opgehaald. In 2014, twee jaar later, was het al 41.000 euro. In 2016 65.000 euro. En in 2017 en 2018 werd er ook 70.000 en ruim 62.000 euro opgehaald. En dat betekent dat er in 7 jaar tijd al bijna 320.000 euro is opgehaald voor spieren voor spieren. En dat vind ik eigenlijk best wel heel een fantastisch initiatief, wat op dit moment al een applaus waard is van alle mensen die hier staan, voor het organiserende comité die dat zomaar hebben opgericht, maar wel allemaal zaken daardoor voor spieren hebben kunnen regelen, dat er allerlei medisch onderzoek kan worden opgestart en doorgezet om dit de wereld uit te halen. Dat gaat dus nog lang proces, maar het gaat de goede kant op. We hebben nog deelnemers, maak je klaar. Zorg dat de oefening om je middel of om je enkel zijn goed zichtbaar. Een aantal proberen te doen. Ik noem het wel een vestige van gast. Oh, dat mag ook. Ja, zo. En dat gaat niet. Ja. Ik blijf wel even hier staan, hè? Steek allemaal uit. Ja, ik weet het. Het is Olivia die straks het startschot moet geven. We hebben een knul opgesteld. Kijk, in de rug horen. Ja, in de rug ook al. Ja, vooral denk ik. Hij is helemaal afgesteld. Ik denk dat we nog wel even moeten blazen. Want het geluid moet op best wel horen zijn. Geluid om. Ja, ik zie hem staan, de vinger. Peter, ik zie de vinger met mijn brood over staan. Oh ja, de brood. Die zoveel gaat erop. Oh, kijk, ze geven elkaar de hand. Mooie gedaan, mensen. De gouden brandbus. Voor beide mensen. Ik kan over de hele of zelf weten of je alleen de gouden doet. Maar het is natuurlijk wel een extra om de gouden brandbus te mogen zwemmen. Peter Lubbers uit Blaricum en Nick Keizers aan de Rijn. Eigenlijk willen we op boven te starten tussen de hekken. Dus hier is de... Moeten ze maar omhoog komen. Laat hem maar omhoog roepen. En het is voor Nick al 5 keer dat hij mee bent, volgens mij. Inderdaad. Ja, 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 dat kunnen we onthouden. Vorig jaar riep ik met mijn grote Die vraag heb ik als vader. Hey, ik wens je veel succes. Zet hem op! Zet hem op allemaal, inderdaad. Als alle deelnemers een stukje achteruit willen. Alle deelnemers een stukje achteruit. Anders moet Olivia naar jullie toe komen, maar dat wordt wat moeilijker. Tenminste,
Andrea staat ook al klaar, zie ik. Die hangt in een... Die hangt verticaal in de hand. Het is niet een arm over een goede situatie, zie ik nu, maar het wordt goed. Ze blijft op de rem staan. We hebben nog 20, 30 seconden. Ja. De laatste 10 gaan we aftellen met z'n allen die hier zijn. Ja, weet je, de namen ken je ondertussen. En dan ligt daar bij 0 toe, niet bij 10. Door de zee. En de eerste ligt in het water en die zwemt en het is onze gouden wapen. Ja, dat hoort hè, voorop, dat hebben we gegeven, dat stukje. En we gaan kijken in hoeverre iedereen heel hard terugkomt, maar vooral veel succes, veel plezier bij deze top. Het zijn allemaal dual helden, wordt er geroepen, maar ik vind dat je pas een echte held of heldin bent als je het tekst al hebt bereikt. Alle deelnemers hebben bootjes. Ze hebben ook allemaal een oranje of een gele boei om. Een zwemboei voor de eigen veiligheid. Dat is een prima oplossing. En dat is iets wat ik internationaal tegenwoordig ook zie. Afgelopen vakantie was ik in Frankrijk in een meer. En daar staken we in zulke meer over. Maar wel inderdaad met een boei. Zodat je goed gekenmerkt was. Maar ook dat je je spulletjes mee kan. En we zien dat bijna iedereen in het water ligt. De allerlaatste is eerst nog even een selfie aan het maken, lijkt wel, en dan zijn schoenen uit. Ja, social media gaan heel ver soms. Maar ook iemand met een kruk die een kleine blessure had en toch zich in het water gaat begeven. Ik heb gehoord, ik vind geen kleine meer. Jan de broek omhoog trekt om te kijken of hij toch wel blijft. Om al de schoenen weer een beetje binnendoor te gooien. Je had geen kleine blessure hoor. We doen het samen, dat is een mooi broederlijk initiatief. 30 deelnemers dit jaar. Ik heb geen kleine blessure meer. Het is bijna een waterlating van laatste. Hier blij. Hij wil ook zweet, hij wil ook zwemmen. Hoe geleerd ik uit? En ook Mark Rijen is onderweg. Ja, goed zo, Mark! Als je het been in het water heeft, de armen beginnen nu al te werken. En hij is onmiddellijk al een meter of 20 van de kant vandaan. En dat gaat hem zeker lukken om verder te komen. U ziet ook dat ze vooraan de linkerkant op gaan. Voor degenen die hier voor het eerst zijn, ja, inderdaad aan de andere kant. Maar toch, gezien de stroming, is het verstandig om eerst die kant op te gaan. Omdat je dan met de tij in de stroming mee richting Texel komt. 30 deelnemers. Ze hebben zich aangemeld vorig half januari dit jaar. En op eind januari hebben ze hun eerste zwembeding gehad. Met vooral veel uitleg over sponsorwerking, over hoe we verder krijgen deze dag. En we hebben toen gezongen volgens mij zwembad van de helft. De eerste training al. Met de gelijk conditie van op naar de horing. En de tweede keer was het op 16 juli, en dat was echt een zeezwemkliniek. Dat is hier ook voor de zeezwemkliniek. En dat is prima gelopen, waarna een volgende kliniek begin juli was. En hebben ze dus nog al twee keer in zee gevormd om dat mee te maken. Want het is toch huidig om te vormen op een kanaal of in een zwembad. We hebben dus in de stroming, maar we gaan onder de af en in de hoop. En het water is natuurlijk niet voorraad, niet zoet, maar zout. En dat betekent ook dat je daar met je aanhaal en rekening moet houden. Dat je niet zoveel zoutwater naar binnen krijgt, maar dat je op een goede manier kan werken.
in een lekker tempo bezig zijn. Er zijn een stuk of twee die hebben zich wel losgemaakt van de middengroep. En achteraan zwemmen er nog twee en die hebben nog steeds verbinding met de middengroep. Dus eigenlijk kan je wel zeggen dat er bijna 30 man compleet aangeroepen, zoals dat heet, richting de razende bol zwemmen.